Ik ben Pascal, 22 jaar oud. Ik studeer marketingmanagement aan de Universiteit van Tilburg. En ik werk hier als propper op Mallorca. Vorig jaar ben ik hier op vakantie geweest. Had ik ook een vooroordeel over proppers. Mensen zonder hersenen, irritant, wat nog meer arrogant en heel erg ja, players. Wat er van waar is, het grote deel is natuurlijk al waar. Het plegen altijd, ja, de meisjes natuurlijk, die moeten verliefd op je worden. Althans, ze moeten je leuk vinden. Daar gaat het voornamelijk om. En ja, alle bijzaken, tongen, seks hebben, dat soort dingen, dat is waar. Dus, ja, het wordt wel veel gedaan door vaak heel veel proppers op dit eiland. Ik ben Jorn, ik ben 23 jaar, studeer commerciële economie in Utrecht. En ik ben propper in Mallorca. De lift is mijn bizarste plek hier op Mallorca. En dan trouwens, wat is jouw bizarste plek? Achter de bar. Ja? Ja, achter de bar is toch wel... Ik vind het een best bizarre plek. Op de vriezer? Op de vriezer, ja. Ik moet zeggen, weinig kwaliteit hoor. Ik vind, nou, ook niet heel veel bijzonders. Nee, het is gewoon echt puur de daad en daar blijft het ook bij. Oh. Wat is wijsheid om te zeggen? Ja, zullen we het gewoon zeggen dat we het veilig doen? Nou, zeggen... Ik zal allemaal zo test nemen.